Deze man zit al ruim 30 jaar in de misdaad. En heeft verder eigenlijk helemaal geen uitleg meer nodig. Deze week in het boomsprogramma. John van den Heuvel. Laten we beginnen. Hi John, welkom. Nou, ja. Fijn dat je er bent. Deze week is de bonus anders dan anders. We zitten namelijk in de studio wegens veiligheidsredenen. Maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Allereerst, hoe gaat het met je? Goed. Leuk om hier te zijn. Welkom. Fijn. Ja. We kennen je natuurlijk allemaal door jaren ervaring in de misdaadjournalistiek. Maar dat is natuurlijk ergens begonnen. Hoe was jij, ik ben wel benieuwd, hoe was jij als kleine John toen je nog thuis woonde? Ik wilde vroeger heel graag bij de politie. Ja. Dus eigenlijk vanaf kinds af aan was ik daar erg in geïnteresseerd. Op latere leeftijd kwam ook wel daar de belangstelling voor de journalistiek bij kijken. Mm-hmm. Maar als klein jongetje wilde ik graag agent worden. En als gezegd, daar was eigenlijk ook een beetje mijn interesse in gelegen. Er was toen in die periode gebeurde best wel heftige dingen in Nederland. Gijzelingen en dat soort zaken, rellen in Amsterdam. En daar werd ik door getriggerd. Maar je ging dat soort dingen extra lezen? Of ja, lezen. Ik las heel veel boeken over dat soort dingen. En ik volgde dat allemaal op televisie en op de radio. En ja, het leek mij echt heel erg bijzonder om deel uit te maken van de politie. Om mensen te helpen, om afwisselend werk te doen. Ja. Dat met name. Ja, dat heb je uiteindelijk 10 jaar gedaan. Inderdaad, jouw drijfveer was rechtvaardigheid. Maar waar kwam dat rechtvaardigheidsgevoel dan vandaan? Ja, dat moet een beetje in je zitten, denk ik. Ik heb wel ook vanuit huis, met name van mijn moeder, die dat ook altijd wel heel erg had. En heel uitgesproken was over wat zij in haar ogen dan onrechtvaardig vond. Ja. En ik heb dat zelf ook altijd wel gehad. Ik kan slecht tegen onrecht. En dat is ook wel iets wat je echt moet voelen, denk ik. En vanuit dat gevoel is het ook eigenlijk een relatief kleine stap naar de politie bijvoorbeeld. Maar ook wel, vind ik, naar de journalistiek. Ja. Ik denk dat de journalistiek ook wel iets is waar gevoelens van onrechtvaardigheid, denk ik, een rol spelen. Als je onderzoeken gaat doen bijvoorbeeld, of mensen gaat interviewen of dingen boven water probeert te krijgen. Ja, en nog naar terug bij jouw werk als politie. Jij ging al vanaf je 19e de straat op als politieagent in Amsterdam-Oost. Ja. Je hebt vervolgens gewerkt als rechercheur en als undercoveragent. Ja. Kun je ons meenemen naar een ervaring uit die tijd? Ja, dat was een hele woelige tijd. Omdat er veel openbare ordeproblemen waren in Amsterdam in die tijd. Nu is het grootste probleem eigenlijk in Amsterdam is de overlast van toeristen. En het gaat eigenlijk veel te goed met Amsterdam. En daar maakt iedereen zich druk over. Maar toen had je echt een fase van heel veel geweld. Een enorme woningnood, ook toen al. Maar dat werd eigenlijk, daar werd tegen geageerd door een hele machtige, maar soms ook gewelddadige kraakbeweging. Maar ook in die periode begon eigenlijk het drugsprobleem in volle omvang al te gaan spelen. Heb je een specifieke situatie van toen je als undercover agent dan een klus had? Hoe je dan aan het werk ging? Ja, wat wij deden is proberen kortstondig te infiltreren in drugsbendes. Om dan grotere partijen heroïne toen met name in die periode te kopen. Cocaïne was nog niet zo populair. Dat was eigenlijk net in opkomst. En dan deed je je voor als crimineel. En dan we kregen dus een opleiding. En dan, daarna gingen we in een safehouse werken, vanuit de safehouse. En probeerden die contacten te leggen met drugshandelaren in de hoop. Om grotere partijen drugs te kopen. En op het moment dat zo'n partij dan werd aangeboden, letterlijk ook fysiek, dan stond er een arrestatieteam klaar om het hele clubje te arresteren. Ja, zo wat. En wat heb je dan meegenomen uit die ervaringen van die tijd als politieagent naar het werk wat je nu doet als misdaadverslaggever? De belangrijkste ervaring is eigenlijk, met name vanuit die undercover tijd, is dat er helemaal niets romantisch is aan misdaad. Kijk, we kennen allemaal de films als The Godfather of we lezen boeken over misdaad. En dan bedoel ik fictieve boeken. En dan zou je nog kunnen denken dat er een soort van romantiek is in die onderwereld. Maar dat is, en dat heb ik dus aan de lijve ondervonden. Het heeft je ogen geopend. Ja, er is niks romantisch aan de onderwereld. Maar dacht je dat eerst wel dan voordat je dat ging doen? Nee, maar je hebt toch altijd wel nog een beeld van als je niks met die wereld te maken hebt. Van dat er een soort van erecodes zijn of vriendschappen of een borderhood. Maar dat is echt absolute onzin. Ze blazen elkaar waar ze bij staan.
Familierelaties gaan stuk, vriendschapsrelaties gaan stuk. Het is een keiharde wereld waar het eigenlijk alleen maar om macht en geld gaat. En waarin eigenlijk alle grenzen vervagen. En ja, dat is wel een eye-opener geweest in die periode dat ik dat werk heb gedaan. En ik heb daardoor ook wel een goed inzicht gekregen in hoe drugshandel eraan toe gaat en wat daarbij komt kijken. Ja, maar je noemde inderdaad over je tijd van de politie daar een goede leerschool. Maar heb je die leerschool dan nodig om een goede misdaadverslaggever te worden? Niet per se, want je hebt ook hele goede misdaadverslaggevers die niet die achtergrond hebben gehad natuurlijk. Dus ik denk wel dat het een pre is, omdat ik de politiewereld goed kende en weet hoe onderzoeken werken. En ook weet hoe het is om als ME'er een steen naar je hoofd te krijgen. Dat zijn wel voordelen. Maar het is niet een absolute voorwaarde. Het is geen must, maar het heeft wel voordelen. Nee. Maar als ik nu aan jou vraag, hoe zouden journalistiekstudenten zich goed kunnen voorbereiden als ze de misdaadjournalistiek in willen gaan? Wat zeg je dan? Hoop ik dat natuurlijk, dat er ook weer nieuwe talenten opstaan. Want daar maak ik me best wel zorgen over. Ja. Dat er op dit moment eigenlijk misdaadverslaggevers actief zijn die dat al vele jaren doen. Maar ik zie niet zo heel veel nieuwe gezichten eigenlijk opstaan. Dat vind ik wel jammer. Te weinig, vind je? Ja, want het is een hartstikke mooi en boeiend vak. Met ook nog wel wat rafelrandjes, maar daar kom ik misschien straks op. Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ja. Wat ik vooral zou willen meegeven, als je die interesse hebt, is moet je toch wel een soort van latente belangstelling hebben voor misdaad. En dan heb ik het niet alleen over zwaar georganiseerde misdaad, maar ook zeg maar... Ja, de misdrijven die veel dichter bij de mensen staan. Je moet daar wel een bepaald gevoel en affiniteit mee hebben om uiteindelijk die stap naar de misdaadjournalistiek te maken. Veel belangstelling daarvoor. Ja, ik ben ook als politieverslaggever ben ik begonnen. Ik ben toen ik wegging bij de politie, er was een vacature op de stadsredactie. Ja, voordat ze naar de Telegraaf ging, heb ik nog geschreven daar, ja. Ja. Ja, dat was het nieuws van de dag. Dus dat was ook een lokale editie van de Telegraaf. En daar heb ik eigenlijk het journalistieke vak van politieverslaggever echt in de praktijk geleerd. Je hebt dus gewerkt als politieagent en je bent dus nu misdaadverslaggever. Ja. Maar als politieagent heb je meer toegang tot bepaalde informatie. Ja. Maar je moet je ook aan meer regels houden. Klopt. Als journalist hoef je eigenlijk niet per se aan regels te houden. Maar heb je ook minder snel toegang tot informatie. Ja. En als je dan een zaak hebt, hoe heb je dan het meeste invloed daarop? Of hoe je iets kunt oplossen als politieagent of als journalist? Nou, het is zeker niet zo dat je natuurlijk als misdaadjournalist niet aan regels hoeft te houden. Ook voor journalisten gelden bepaalde regels. Alleen ik hoef niet het wettig en overtuigend bewijs te leveren dat iemand schuldig is aan iets. Dat in die zin heb je het als misdaadjournalist iets makkelijker. Want je hoeft, laten we zeggen, niet met het wetboek van strafvordering of strafrecht in de hand je onderzoeken te doen. Precies, dat je misschien wel meer vrijheid hebt als journalist om bepaalde dingen te doen. Ja. Kijk, als ik een onderzoek wil doen in het buitenland, en dat doe ik dan in het kader van televisieprogramma's die ik maak, dan hoef ik niet een rechtshulpverzoek in te dienen bij dat betreffende land. En ik kan in principe met een cameraploeg of met mijn laptop in het vliegtuig stappen en aan de slag. Dus je kan sneller te werk gaan als journalist. Ja, en je bent ook niet af. Kijk, een dagbladjournalist of een krantenjournalist werkt vrij solitair. Die hoeft niet met een heel team van cameramensen of geluid of redacteur op pad. Dus je bent heel flexibel en je kunt heel snel. Kun je eigenlijk beslissen of je iets gaat oppakken of wat je gaat doen. Dat is een heel groot voordeel en ten opzichte van de overheid. En wat ook een groot voordeel is, en daarom vind ik het soms wel eens onterecht als er met een beschuldigende vinger naar de politie wordt gewezen van ja, maar waarom pakken ze dat niet op en wat is dat waarom lossen ze bepaalde zaken niet op? Kijk, als ik als journalist aan een zaak begin, dan heb ik al wat voorwerk gedaan. Ik ga kijken of de kans van slagen redelijk is. Wat zijn de aanknopingspunten? Ik heb de luxe om te kunnen zeggen, nou, die zaak doe ik niet en die zaak doe ik wel. In principe heeft de overheid, politie, Openbaar Ministerie, die moeten natuurlijk gewoon alle aangiftes opnemen en dan pas een keuze maken. Maar uiteindelijk, als je het met elkaar moet afwegen, wanneer heb je, denk je, het meeste invloed? Als journalist heb je veel meer invloed, denk ik. Dat hoor ik ook terug vanuit de criminele hoek. Dat ze echt tien keer liever een rechercheteam van 30, 40 personen achter zich aan hebben dan een journalist die gaat publiceren in de krant. Omdat dat effect is veel dodelijker voor een crimineel dan dodelijker natuurlijk in figuurlijke zin. Ja. Dan een politieonderzoek, want dat risico calculeren ze altijd in. Maar op het moment dat je over jezelf als boef
grote krantenartikelen ziet en je wordt genoemd op televisie en dergelijke, dan weet je eigenlijk dat het einde in zicht is. Want dan gaat er zoveel krachten gaan loskomen. Dat, ja, dan ja, publiciteit. Je hebt meer macht als journalist. Okay. Ja, dat denk ik. Maar dat geeft je ook een grote verantwoording. Want dat betekent als ook journalist dat, ja, natuurlijk. Want je moet daar ook zorgvuldig mee omgaan. Ja. Want je kunt heel veel schade veroorzaken. Als je als journalist, en dat bedoel ik ook, je moet je aan regels houden. Als je als journalist iemand beschuldigt, beschadigt. En het niet klopt. Ja. En het klopt niet, dan kan je iemands leven ruïneren. Is dat wel eens bij jou gebeurd? Nee, maar ik heb wel toch ook soms in de haast om dingen boven water te krijgen. Of in de veronderstelling toch dat je misschien door een publicatie ook wel weer nieuw bewijs kunt krijgen. Toch misschien achteraf gezegd, nou, dan had ik even iets minder gas moeten geven. Okay. Had ik even iets rustiger aan moeten doen. Dus eigenlijk is het belangrijkste uitgangspunt altijd gewoon heel goed onderzoek doen. Voordat je iets opschrijft of voordat je iets roept op tv. En horen en wederhoor toepassen. Dus natuurlijk ook, zeker in de misdaadjournalistiek, is dat heel belangrijk. We gaan er straks nog eventjes verder op in. We gaan nu naar een zaak waar je veel mee bezig bent. Een van de grootste zaken van het moment. Mm-hmm. Laten we meekijken. 12 januari 2017, als er schoten klinken in Utrecht. Bij een flat wordt een dode man gevonden. En terwijl de politie een onderzoek opstart, krijgen ze een melding van een brandende auto. Even verderop. Vermoedelijk een vluchtauto. En de man die hem regelde, Nabil B., zit nu diep in de problemen. Want die doodgeschoten man blijkt de verkeerde. Nabil B. is bang, krijgt spijt en laat zich vrijwillig oppakken door de politie. In ruil voor bescherming en strafvermindering wil hij praten over Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland. Volgens de Amerikaanse DEA, de Drug Enforcement Administration, is Taghi onderdeel van een van de grootste cocaïnekartels van Europa. Hij blijft lang onder de radar, tot een drugscrimineel in 2015 zijn naam doorgeeft aan de politie. In de jaren daarna duikt de naam Taghi steeds vaker op bij de politie. En nu staat hij dus voor de rechter. En hij niet alleen. Er staan in totaal 17 verdachten terecht. Die 17 worden, door het OM, in wisselende samenstelling, verantwoordelijk gehouden voor 6 liquidaties. En de boel escaleert pas echt als de broer van Nabil B. wordt vermoord. En daarna zijn advocaat. Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. Over al die kwesties gaat de rechtbank zich dus buigen. En dat gaat hoogstwaarschijnlijk nog jaren duren. Ja, je volgt dit proces al sinds het begin, sinds 2012. Ja. Je schrijft er meerdere artikelen over. Je hebt er ook een serie over gemaakt, De Jacht op de Mokromafia. En dan duik je dus diep in de onderwereld om de zaak helder uit te leggen. Waarom heb je al vanaf het begin gedacht van ik ga me in deze zaak duiken? Nou, dat is niet helemaal vanaf 2012 geweest. In 2012 had je een hele heftige schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Toen eigenlijk voor het eerst ook voor de buitenwacht duidelijk werd dat er een soort van nieuwe generatie aan het ontstaan was die geweld niet schuwde. En anders dan bijvoorbeeld wat we dan in jargon de polderpenozen noemen, dus zeg maar de generatie Willem Holleder, was deze groep echt bereid om heel ver te gaan met geweld. Ook op de politie te schieten, noem maar op, niks werd geschuwd. Ik zat in die periode eigenlijk nog volop in dat Holleder-proces. Holleder was in 2012 vrijgekomen, ging in 2014 weer achter de tralies door verklaringen van zijn zussen. Met name Astrid Holleder, maar ook Sonja en zijn vorige vriendin. En tot 2015, 2016 was ik daar volop mee bezig. Alleen toen ging dit spelen. En ik had daar in eerste instantie eigenlijk helemaal niet zoveel belangstelling voor. Ik zat nog in die Holleder-zaak. Dat kostte me veel tijd. Ik was met andere dingen bezig, maar met name mijn collega Mick van Wely, die heeft zich daar in die beginfase, die kreeg een aantal dossiers te lezen, die kreeg ik ook te lezen. En toen was er de aanslag op misdaadblogger Martin Kok. Die was eigenlijk met zijn blog, was hij eigenlijk die mensen van de Mokromafia, was hij in beeld gaan brengen. Die zette foto's op zijn site. Hij maakte ze ook een beetje belachelijk. Beeld hij ze af met een roze balletpakje of een clownsneus. Ridouan Taghi bijvoorbeeld of Novel F. En die werd doelwit. Er werd een bom onder zijn auto gevonden. Zijn huis werd beschoten. En uiteindelijk werd hij in Laren voor een seksclub werd hij geliquideerd. En dat was voor mij wel een soort omslagpunt. Wat is hier gaande, zeg. Hij noemt wat namen van criminelen. Hij wordt vermoord. En kort daarna
of rond die periode kregen we natuurlijk de kroongetuigen, het nieuws van de kroongetuigen die bij de politie was gaan verklaren. Er was nog een andere, Ibrahim B., die nu ook onlangs geliquideerd is in Spanje, die ging met de politie praten. En wij kregen op die manier zicht op de organisatie eigenlijk van Ridouan Taghi. En wij wisten in 2016 ook nog amper wie Ridouan Taghi was. Net zo goed maar als de politie. Wanneer was het moment dat je dacht, oké, dit is gek. Vanaf nu ga ik echt... Dat was dus de moord op Martin Kok. Ja, ja. Vanaf toen ging je... Ja, en toen ben ik... Toen zijn we er echt vol in gedoken. Nou, en toen gingen we publiceren. Nou, toen kwam er een aanslag op de Telegraaf. Aanslag op Panorama. Over die aanslag, de rechtbank heeft in tegenstelling tot het OM gezegd dat het geen aanslag was op de persvrijheid, omdat ze daar niet genoeg bewijs voor hadden. Ja, nou ja, dat is al het verschil tussen zeg maar, de reële werkelijkheid en de juridische werkelijkheid. Terecht dat de rechter zegt, van, ja, als er geen bewijs is, dan kunnen we die stelling niet overnemen. Maar jij denkt wel dat het wel een aanslag is op persvrijheid. Ja. En toen dat gebeurde, dacht je toen ook van, oké, we moeten nu even dimmen, even onze hoofd laag houden? Of dacht je juist van, nee, nu moeten we juist publiceren, omdat anders onze monden gesnoerd wordt? Wij hebben eigenlijk nooit gezegd van, nu gaan we even een stapje terug doen. We zijn wel voorzichtiger geworden. Gewoon in onze manier van werken. Nog voorzichtiger, maar ook privé. Er kwam natuurlijk persoonsbeveiliging om de hoek kijken. Nadat er signalen waren dat ze echt op ons aan het loeren waren. En dat er ook daadwerkelijk al opdrachten waren gegeven om ons iets aan te doen. Dus vanaf dat moment veranderde eigenlijk, en dan heb ik het dus over 2017, veranderde ook onze journalistieke werkelijkheid. Er is een boel veranderd qua beveiliging. Ja. Nou, dan gaan we het zo meteen inderdaad uitgebreid over hebben. Eerst even over de zaak. Je spreekt er verschillende mensen voor, zo ook criminelen. Ja. Hoe kom je in contact met deze mensen? Dat is heel verschillend. Soms benaderen ze mijzelf. Soms doen wij verzoeken via advocaten bijvoorbeeld om met mensen te praten. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de twee meest gehanteerde... Maar dat gebeurt allebei nog. Want voor mijn gevoel is dat inderdaad, wat je zegt, soms benaderen mezelf. Is dat niet iets van vroeger alleen of gebeurt dat nog steeds? Ja, dat gebeurt nog steeds. Ik kan me herinneren in de serie De Jacht op de Mokko-mafia hebben we bijvoorbeeld... Jullie lieten net in het filmpje de aanslag op Hakim Shangazi zien. Mm-hmm. Die aanslag was een vergismoord. Die was eigenlijk bedoeld voor iemand anders. En het oorspronkelijke doelwit, die ook in die wijk woonde, daar eigenlijk die avond met hem op pad was, die heeft mij op een gegeven moment ook gebeld, gewoon omdat hij zijn verhaal wilde doen. En die zit ook in die serie. En zo heb je dus mensen, Ibrahim B., Bouzou, ik kan nu zijn naam noemen omdat hij geliquideerd is, heeft ook op een gegeven moment contact met mij gezocht. Dus kijk, op een gegeven moment zag je wel dat die criminele organisatie kwam natuurlijk behoorlijk onder vergrootglas te liggen. En dan zie je dat er twee ontwikkelingen ontstaan. Eén is een ontwikkeling van verharding. Dat je ziet mensen slaan op de vlucht en proberen terug te slaan. Maar je ziet ook een groep die het zinkende schip proberen te verlaten. En dan, dan toch op een gegeven moment ook bereid zijn om verklaringen af te gaan leggen. Maar waarom zouden ze dan met jou wel willen praten en niet met de politie? Dat heeft verschillende oorzaken. Soms is het gewoon, wat ik merk is een diep geworteld wantrouwen tegen alles wat met de politie te maken heeft. Dat komt dan vaak bij die jongens door ervaringen in het verleden. Nabil B. is natuurlijk een voorbeeld. Maar ook die Bouzou, die had gezegd... Ik ben toen een politiebureau ingelopen. Ik heb mijn verhaal gedaan. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen dat direct zou weten. En de politie had die verklaring van hem op papier gezet en in het strafdossier gestopt. Dus hij stond meteen als verrader te boeken en moest vrezen voor zijn leven. Nou, uiteindelijk, dat was in 2016... We zijn nu 6 jaar later en hij is alsnog geliquideerd. Maar dus eigenlijk zeggen ze dat ze jou vertrouwelijk of zo, dan vertrouwen ze jou meer dan de politie. Ja, lang niet iedereen hoor, maar er zijn er wel een aantal die me wel vertrouwen. En die ik ook de garantie geef van wat jullie me vertellen, dat blijft vertrouwelijk. Ja. Wat is dan hun belang daarbij? Want ze bellen jou dus. Ja. Is daar een bepaald belang bij? Kun jij ze ergens mee helpen? Of wat? Nou, niet per se helpen, maar... In het geval van het oorspronkelijke doelwit van Shangazi, die jongen, die wilde ook een keer publiekelijk zijn kant van het verhaal vertellen. Omdat hij het idee had, en dat is denk ik een heel reëel idee, dat hij nog steeds op de dodenlijst stond. En dat ze het nog steeds zouden gaan proberen. En er ging een soort gerucht in die onderwereld dat hij de boel verraden had en dat hij in een ander kamp zat dan het kamp van Taghi. En hij wilde duidelijk maken, ik zit helemaal niet in een kamp. Die aanslag die dan voor mij bedoeld was, die is op verkeerde gronden gepland. En die boodschap wilde hij heel graag vertellen.
Nou ja, dat heeft hij dus bij mij in het programma gedaan. Dus publiciteit, dat ze hun verhaal kunnen vertellen. Ze hebben natuurlijk een bepaalde belangen daarbij. Dus of inderdaad hun eigen naam zuiveren. Ja. Maar ook kan het zijn dat ze mensen zwart willen maken. Hoe ga je dan om met die belangen van die? Van nou, dat is een ander punt natuurlijk, wat je noemt. Want daar kijk ik natuurlijk heel zorgvuldig naar. Ik heb een hele poos geleden, en dat was echt nog in de fase dat, zeg maar, Holleder nog op vrije voeten was en echt een grote naam was in de onderwereld. En op een gegeven moment kreeg hij ruzie met een aantal criminelen. Er werden ook aanslagen gepleegd en een van die criminelen die is toen naar mij gestapt om zijn kant van het verhaal te doen. Maar die beschuldigde bijvoorbeeld een witwasser uit de Amsterdamse onderwereld, Willem Enstra, beschuldigde hij van... Nieromet bedoel je? Ja. John Miermet, ja. Nou, goed, die beschuldigde hem als de bank van de onderwereld en Willem Holleder de bewaker van de bank. Mm. Ja, goed, toen brak plat gezegd de pleuris uit in de onderwereld. En ik realiseerde me heel goed dat door dat interview natuurlijk die reuring was veroorzaakt. Maar dan maak je weer een afweging. Kijk, ik weet dat er iets gaat gebeuren, want dit was echt een heel heftig verhaal. Maar aan de andere kant had je nog een groter belang in mijn optiek, en daar hebben we natuurlijk ook met de hoofdredactie hier toen over gesproken, het kunnen blootleggen van een witwasstructuur in die periode, waarvan wij in Nederland dachten, ja, maar dat komt misschien in Italië voor, of in Zuid-Amerikaanse landen, maar niet in Nederland, dat die onderwereld en die bovenwereld zo dicht en diep met elkaar verweven was. Dat was nooit vertoond, en wij konden daar met die publicaties konden we daar het keiharde bewijs voor leveren. Dus toen hebben we gezegd, nou ja, dat belang prevaleert nu dan toch boven dat belang dat je misschien mensen, zonder dat ze voor de rechter zijn geweest, al in een bepaalde hoek gaat duwen. Ja, en dat was een hele lastige afweging. Daar heb je wel goed over nagedacht, ja. Ja, ja. Ja, en je krijgt dus inderdaad informatie dus van hoe weeg je af wat je wel niet gebruikt. Ja. Nou ja, dat doe je dus op die manier van wat is het beste voor, voor het belang van de lezers. Dus voortdurend een belangenafweging die je maakt van, nou ja, wat is nou... Ja. En dat moet je niet alleen voor jezelf doen, maar dat moet je ook doen met in je achterhoofd. Van ja, als ik ga publiceren of als ik het programma naar buiten ga brengen via televisie of via Videoland of wat dan ook. Dat ook altijd de kans bestaat dat je uiteindelijk voor de rechter zal moeten verantwoorden. Want als degene die het betreft het er niet mee eens is, dan eist hij rectificatie of hij spant een kort geding aan. En dan moet je echt met goed beslagen ten ijs komen. Je moet echt met harde feiten komen. En dan kun je je niet beroepen op van ja, ik had een anonieme bron en dus daarom heb ik het opgeschreven. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig is dat echt gewoon, je moet bijna een halve advocaat zijn om dat soort publicaties te kunnen doen. Ja. En je spreekt natuurlijk met meerdere mensen. Op een gegeven moment kan het ook zo zijn dat je een band met ze opbouwt of dat je ze kent. Hoe kun je nog steeds kritisch over iemand zijn die je dus wel kent en misschien ook wel mag? Nou, dat is natuurlijk inherent aan de journalistiek in zijn algemeenheid. Niet alleen in de misdaadjournalistiek. Als jij sympathie voelt voor iemand, dan is het altijd lastiger om kritisch over iemand te zijn. Dat geldt ook voor mij. In het bijzonder, maar kijk, ga je vriendschappelijk om met een politieman of een officier van justitie of een advocaat, dan geldt dat probleem. Maar goed, die zal je niet meteen door je knieën schieten als je dan toch iets kritisch schrijft. Bij een crimineel is dat anders. Dus dat betekent dat je eigenlijk... in mijn optiek niet vriendschappelijk kan omgaan met... Of geen vrienden kan zijn met criminelen. Je zegt, ik kan geen vrienden zijn met criminelen. Voor jou is dat anders. Als ik nou bijvoorbeeld Miermet... We hadden het net eventjes nog kort over, maar je ziet hem. Als voorbeeld neem. Je bent bij hem thuis geweest toen je interviews ging afleggen. Je hebt ook al een paar keer bij hem gegeten. Ja. Zijn jouw stukken die je dan in dit geval over Miermet schrijft... dan nog wel geloofwaardig tegenover het publiek? Nou, je kunt dus nooit alleen op basis van die gesprekken je verhaal maken... Ik kan me in die fase herinneren dat ik heel veel heb gelezen, met name stukken heb gelezen, structuren heb bekeken van vennootschappen, allerlei zaken die onderzocht moesten worden om dat verhaal van hem te onderbouwen. In feite was hij voor mij een soort kroongetuige. Nou, je weet, een kroongetuige alleen is niet zaligmakend. Sterker nog, de rechter die verwacht eigenlijk van op het moment dat het Openbaar Ministerie met een kroongetuige komt, verwacht hij nog eens extra bewijs, extra zorgvuldigheid. Mm-hmm. Omdat een kroongetuige natuurlijk, en een crimineel ook, en soms gaat dat samen, altijd een bepaald belang heeft. Dus je moet met de objectieve bewijzen. Je moet niet alleen uit dat interview invraag, dat snap ik. Maar als je dan los van de informatie, zeg maar, publiek, die als het publiek weet dat je bij hem eet en dat je dus naar zijn huis gaat, los van wat er dan over hem wordt gezegd, dat, snap je dan, of is dat zo dan dat mensen dat misschien denken van ja, dat kan niet samen? Nou, dat snap ik wel dat mensen dat denken, maar...
ik probeer dat dan uit te leggen en daar transparant in te zijn. Ik weet nog, op een gegeven moment werd Miramet geliquideerd. Bij zijn begrafenis heb ik wat gezegd. Nou ja, niet als vriend. Dat heb ik toen ook benoemd in die speech nog. Ik kan me dat heel, heel goed herinneren. Wat heb je dan gezegd in de speech? Nou, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Van, ik sta hier niet als vriend van John Miramet. Maar als journalist die contact met hem heeft gehad. Ik ben bij hem thuis geweest. En ik heb gezien in wat voor leven of in wat voor wereld hij verkeert. En dat is één kant van zijn leven geweest. Een hele belangrijke kant ook. En een hele gewelddadige kant was dat ook. Maar ik heb ook gezien hoe hij omgaat met zijn vrouw en met zijn kinderen. En hoe hij trots was op zijn kinderen. En ik heb dat moment vooral gebruikt, of willen gebruiken, om die kinderen van hem, die ik ook had ontmoet, toch op zo'n moment een hele verdrietige en nare situatie in hun leven, om die daar een beetje troost in te geven. Van, je vader was niet alleen heel slecht, want die artikelen lazen ze natuurlijk volop in de krant na die aanslag. Maar er waren ook nog kanten waar je enige troost aan kunt ontlenen. En was de reden waarom... Je voelde dan ook dat je als soort van als journalist zijn dan een bepaalde band met hem toch wel hebt opgebouwd? Ja, maar geen vriendschapsband. En begrafenis is toch best wel, zeg maar voor mij is dat best wel vriendschappelijk, dus... Ja. Is dat niet iets waar je dan heel erg over na moest denken? Ja, natuurlijk moest ik erover nadenken. En zijn weduwe, dus toen die dat aan mij vroeg, had ik echt even zoiets van, is dat nou wel handig? En hoe zorg je dan qua grens, zeg maar? Want als journalist inderdaad, je hebt een bepaalde rol die je aanneemt. Hoe zorg je dan dat die grens duidelijk is, inderdaad, tussen echt een journalistieke rol en een vriendschappelijke band? Hoe? Door dat te benoemen. Door de dus afspraken te maken. Nou, door dat in die speech te benoemen. De speech, ja. Wat voor mij eigenlijk de doorslag gaf. Ik denk, ja, nou ben ik daar een aantal keren geweest. Hij heeft me in ieder geval, natuurlijk ook vanuit zijn belang, maar hij heeft me informatie verstrekt over een aantal dingen. Dat is heel erg belangrijk geweest. En dan wordt hij doodgeschoten en moet ik dan maar zeggen, nou zoek het maar uit, ik laat niks meer van me horen. Nee goed, maar dat is natuurlijk naar een begrafenis gaan is dan weer wel weer wat anders. Ja, maar daar heb je goed over nagedacht. Ja, oké. Overigens wil ik niet zeggen dat ik daarmee naar iedere begrafenis zou gaan. Want dat was een beetje een dagtaak aan gehad in de afgelopen jaren. Ja, nee, je had als journalist een bepaalde band met hem. Ja, precies. Ja. Goed, we gaan door naar een rubriekje wat we iedere week hebben. Dat heet Dilemma Donderdag. Ja. Ik stel een aantal dilemma's aan jou voor en aan jou de taak om die zo snel mogelijk te beantwoorden. Oké. Okay. Ja? Ja, is goed. Zijn we klaar voor? Ja, daar hoort een muziekje bij. Die komt als het goed is nu. Ja, top. Oké. Okay. Rico Verhoeven of Badr Hari? Rico Verhoeven. Kees van der Spek of Saskia Belleman? Saskia Belleman. Roddelsjournalist zijn of Drugslab presenteren? Roddelsjournalist. Oké. Okay. Scarface of Miami Vice? Scarface. Een lijstje coke of een pilletje ecstasy? Vind je het heel erg? Je moet kiezen. Een pilletje ecstasy. Oké. Okay. RTL Boulevard of Crime Desk? Crime Desk. Nooit meer naar PSV of nooit meer een drugszaak behandelen? Dit is een lastige. Ja, dat is een hele lastige. kiezen. Nooit meer een drugszaak behandelen. Oké. Okay. Kopje thee met Holleder of met Ridouan Taghi? Holleder. Oké, okay, een huis op Zandvoort of in Eindhoven? Zandvoort. Okay. Nou, pilletje ecstasy. Ik heb dus al de hele tijd dat in mijn zak zitten. Ik weet niet wat ik erna ga doen. Nee, erg grapje. Nee. We gaan door naar een vraag. Ik heb één keer in mijn leven... Gekookt. Ja, ook. Maar ook één keer in mijn leven... koken heb ik wel eens een keer vaker geprobeerd. Moet ik eerlijk zeggen. Oh, ja. Maar daarom weet ik ook hoe gevaarlijk het is. Wanneer heb je dat geprobeerd? Nou, dat is heel lang geleden. Maar hoe bedoel je dan, weet je, in wat voor situatie ben je dan terechtgekomen toen je dat ging doen? Nou, dat was gewoon eens een keer op een feestje. Hoe weet je dan dat het gevaarlijk was? Nou, omdat het, zeg maar, het eerste gebruik, en dat is eigenlijk natuurlijk een beetje illustratief voor drugsgebruik, kan je daar best een prettig gevoel bij hebben. En dan kan ik me ook voorstellen dat het verslavend is. Precies. En hetzelfde geldt voor ecstasy, maar ik kan me nog herinneren, dat was een keer op een feestje ergens in Praag, dat ik zo'n half pilletje nam en ik voelde niks, dus ik nam de andere helft ook. Oh, ja. En daarna kwam het natuurlijk volle kracht en kwam het binnen. Ja, en dat was voor mij iets, nou, dat doe ik nooit meer. Doe je nooit meer. Dus dat was een wijze les. Oké, okay, mooi. Maar, neem me mee. Maar in zijn algemeenheid zeg ik daardoor, ook door die ervaringen, maar ook door alle ellende die ik in al die jaren heb gezien, gerelateerd aan drugsgebruik. Van ook begin wat er ja, begin gaan achter we, even. We gaan eerst kijken naar een vraag van een bekende van jou. Oké. Okay. Ja. Dag lieve collega, ik ben jou voorgegaan daar op die stoel in de zaal met al die studenten.
En ik mag jou een vraag stellen. En wat ik mij afvraag is, wat ik me eigenlijk dagelijks afvraag. We hebben zo verschrikkelijk veel te maken met zaken tegen de georganiseerde criminaliteit nu. Nou, jij weet het als geen ander. Je wordt bedreigd vanuit die hoek al meer dan 5 jaar zo langzamerhand. Denk jij dat ons rechtssysteem nog steeds is toegerust op de uitdagingen die dat met zich meebrengt? Ik krijg de indruk dat het schromelijk tekort schiet. Dat het misschien niet anders kan, omdat we nou eenmaal zitten met allerlei waarborgen. Die ook een eerlijk proces moeten veiligstellen voor allerlei verdachten. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat heel veel verdachten daar ook aan alle kanten misbruik van maken. Wat is jouw opvatting daarover? Voor de goede gekozen. Ja, goed dat ik aan haar geen kans van spreken. Nee, maar ik heb diep respect voor Saskia. Want daar waar ik zelf nog wel eens, ook door het hele andere werk wat ik doe. Want zij doet natuurlijk echt rechtbankverslaggeving. Wel eens geneigd ben om misschien partij te kiezen, is zij zo absoluut neutraal. Ik vind het echt bewonderenswaardig. Ja. Maar over haar vraag. Ja, ik vind, ik maak me daar ook zorgen over. Grote zorgen. En dan heb ik het niet eens zozeer over wat er in de rechtszaal allemaal gebeurt. Ik volg het Marengo-proces niet altijd fysiek. Ik bedoel dat ik altijd aanwezig ben bij het proces, maar wel wat er gebeurt. En ik ben er wel regelmatig ook geweest. Ja, ik vind het een schertsvertoning geworden. Het lijkt wel of het is een soort van slangenkuil, moddergevecht. Het is vergiftigd, dat hele proces, door allerlei ontwikkelingen. Nou ja, waar je eigenlijk tegenaan zit te kijken is vanuit je rol als journalist vanaf de perstribune is 15 of 16 achterkanten van verdachten die een grote mond hebben tegen elkaar. Ik vraag me af of ze... Of hun advocaten nog heel veel invloed hebben op deze verdachten. Ze beroepen zich altijd op een zwijgrecht of grotendeels. En als ze wel een verklaring afleggen en er worden vragen gesteld, dan beroepen ze zich weer op een zwijgrecht. Het is eigenlijk een soort van schertsvertoning geworden, vind ik. En dat vind ik, dat bedoelt Saskia ook van, ja, zijn we nog wel opgewassen tegen dit soort criminelen? Wat moeten we hier nou nog eigenlijk mee? Werkt het rechtssysteem nog? Precies. Maar daarnaast is er dan nog een soort van uitvloeisel daarvan. Het hele stelsel bewaken en beveiligen. We gooien steeds meer mensen in de beveiliging. Rechters, advocaten, journalisten. Omdat we op de een of andere manier niet opgewassen lijken te zijn dan tegen die dreiging. Terwijl ik zeg, laten we nou proberen als overheid, of in ieder geval de overheid, weerbaarder te zijn tegen degene die de dreiging veroorzaken. Schiet niet in het mechanisme om iedereen maar te gaan beveiligen, maar sla terug en zorg dat degene die de dreiging veroorzaakt, dat die eigenlijk vreest voor de overheid en niet omgekeerd. Ja, dat daar een oplossing zouden moeten zijn vanuit de overheid. Ja. Ja, nou ja, vorige week kwamen er beelden naar buiten van Ridwan Taghi, dat hij communiceerde met zijn neef en advocaat Youssef Taghi. Ja. Vanuit de gevangenis. Ja. En daar hebben we beelden bij. Ja. Ja, en iedereen mag onbespied communiceren met zijn advocaat. Ja. Maar wat bleek, ze hadden een systeem. Ja. Daar is meer duidelijkheid over gekomen vandaag. Ja. Wat opviel was dat hun gesprekken eigenlijk nergens over gingen. Onsamenhangend, ging over koetjes en kalfjes. Er werd ook op geluidsopnamen die op een gegeven moment zijn gemaakt, gekras gehoord. En uiteindelijk, toen justitie toestemming kreeg van een onderzoeksrechter om camera's op te hangen, konden ze zien waar dat gekras vandaan kwam. En dat was dus schrijven op een notitieblok. En iedere keer als hij wat geschreven had, dan drukte Youssef Taghi dat tegen het glas aan dat hem van zijn neef scheidde. Vervolgens ging Ridwan Taghi op een groot kladblok weer een antwoord zitten schrijven. Daar maakte Youssef Taghi met zijn iPad weer een foto van. En zo ging dat de hele tijd. Ja. Ja, hoe is dat dan voor jou dat iemand die vastzit en eigenlijk geen dreiging meer zou moeten zijn, voor de buitenwereld toch naar de buitenwereld toe kan communiceren? Nou, dat is op dit moment het grote probleem. Het voortgezet crimineel handelen vanuit de gevangenis. En dit is daar natuurlijk een heel expliciet voorbeeld van. Je moet er toch niet... Kijk, deze man, die advocaat, kwam soms 2 keer per dag op bezoek. Heel veel. Die is tientallen keren bij Taghi op bezoek geweest. Op die manier hebben ze met elkaar gecommuniceerd. Nou, er is dus bewezen, of in ieder geval de rechter moet daar nog over verklaren, maar er is in ieder geval heel sterk bewijs dat zij op die manier informatie uitwisselden en dat Taghi opdrachten gaf, onder andere om een ontsnapping voor te bereiden, om bewakend personeel te benaderen, om daar een rol in te spelen, drugstransporten te organiseren. Maar dat is wat we dan tot nu toe weten. Maar wat we niet weten is wat er in die periode daaraan voorafgaand is gebeurd. En
Wie zal het? Nou, wat die twee hebben besproken in de periode daaraan voorafgaand. Wat we dus niet weten. En, ja. Maar is het dan het falen van de overheid en de gevangenis? Nee, het is een naïviteit en een totale volstrekte onderschatting van waar deze groep mee bezig is. En hoe zij denken en hoe ze in staat zijn door creativiteit hun criminele handelen vanuit de gevangenis voor te zetten. En dat is echt een groot probleem. En wat je nu ziet is dat eigenlijk het falend beleid op dat vlak, het sluiten van gevangenissen, afscheid nemen, moeten nemen daardoor van heel veel ervaren gevangenenbewaarders, is dat je niet meer in staat bent om een dusdanig regime in de gevangenis te creëren dat zij in ieder geval veel minder makkelijk in staat zijn om allerlei criminele handelingen vanuit de gevangenis te organiseren of uit te voeren. En hoe zouden ze dit dan kunnen oplossen vanuit de overheid? Nou, dat zou op een aantal manieren kunnen. Kijk, ik ben een aantal keer in Italië geweest. Want in Italië hadden ze toen ze daar de maffia aanpakten, hadden ze natuurlijk hetzelfde probleem. En daar hebben ze het hele gevangeniswezen eigenlijk gereorganiseerd en gevangenissen gebouwd waarin de echte kopstukken zaten. Die ook probeerden vanuit de gevangenis hun imperium voor te zetten. En die zijn gewoon niet meer in staat om ongecontroleerd met de buitenwacht te communiceren. Dus je moet dat moet je gaan organiseren. Dus zorgen dat als dan die kopstukken bij elkaar zitten, dat ze in ieder geval niet meer in staat zijn om een criminele handel en wandel voor te zetten. Maar wat ook heel erg belangrijk is, lang gestraft en kort gestraft, er zitten in Nederland bij elkaar, naast elkaar. Iemand die 30 jaar heeft, zit naast iemand die over drie maanden weer buiten komt. Ook dat moet veranderen. Je moet, denk ik, speciale afdelingen gaan creëren. Maar waarom zou dat dan niet goed zijn? Nou, omdat je op die manier eigenlijk ook gewoon je lijn met de buitenwacht houdt. Je kan allerlei opdrachten geven aan zo'n knaap die na drie maanden bijna weer weggaat. Ja, zeker. Dus we zouden er een voorbeeld kunnen nemen aan Italië. En er is nog een nieuw probleem eigenlijk ontstaan de laatste jaren. Er zijn, denk ik, vanaf 2015, 2016... zijn er tientallen jonge criminelen vaak veroordeeld tot straffen van 20, 30 jaar, levenslang. We hebben nu nog het Marengo-proces en het Eres-proces die nog moeten worden afgerond. Nou, er komen er misschien wel nog eens 15 tot 20 bij die ook levenslang gaan krijgen. Denk er nou echt dat die jongens die nog relatief jong zijn, dat die dan vervolgens maar al die jaren gaan zitten afwachten in de gevangenis, tot ooit eens een keer misschien de deur nog openzwaait? Nee, die gaan gewoon allerlei wegen zoeken om te ontsnappen, om zorgen in ieder geval dat ze geld toch kunnen verdienen met drugshandel of dergelijke. Dus we moeten daar veel meer op anticiperen en daar veel meer op voorbereid zijn. Ja, je vindt dat daar echt nog wel in moet worden verbeterd? Ja, ja, ja. Okay, nou, sinds 2017 word jij zwaar beveiligd. Niet voor niks, ook nu is er beveiliging aanwezig. Je staat al jaren op de doodlijst van Tachi. Hoe zou leven sinds 2017 veranderd? Nou ja, dat is ik zou bijna willen zeggen, heb je even, want dat is nu op heel veel gebieden is dat veranderd. Ja, je grootste? Wat eigenlijk het minste veranderd is, gelukkig, is dat ik mijn werk kan blijven doen. En dat er heel veel mensen daar een soort van uitdaging in zien om mij dat werk ook te laten doen. En dat bedoel ik met name de mensen van de beveiliging. Die natuurlijk in 2017 ook werden opgezadeld met iemand. Ja, normaal gesproken bewaken ze leden van het Koninklijk Huis of politici of diplomaten. En nu kwam er opeens een journalist in de beveiliging. Mm-hmm. Paul Vugts, een collega van het Parool, zat ook al in die periode in de beveiliging. Dus zij moesten een hele andere manier van werken ook gaan bedenken om mij mijn werk te kunnen laten doen. Maar wat zijn de grootste dingen van jou die zijn veranderd? Nou, wat in die periode gold is dat ik natuurlijk moeilijker kon afspreken met tipgevers, met informanten, op een manier dat zij zich daar ook prettig bij voelden. Dus daar hebben we goed over moeten nadenken. Maar privé veranderde natuurlijk ook heel veel. Ja, maar je zegt, want belemmert die beveiliging nou jouw werk als verslaggever? Ja, natuurlijk in zekere zin wel, maar eigenlijk minimaal of veel minder dan ik verwachtte van tevoren. Ik heb altijd gezegd, want die vraag kreeg ik ook daarvoor wel eens van, goh, je doet best gevaarlijk werk, kan jij wel zonder beveiliging? Ja. Dan zei ik altijd, ja, dat moet ook wel, want zonder beveiliging, of met beveiliging kan ik mijn werk niet meer doen. Want bijvoorbeeld kan je geen gesprekken meer hebben je moet eigenlijk in principe heel flexibel kunnen zijn. De beveiliging is er dus niet altijd bij? Ja. Altijd. Nou, gesprekken met informanten zoeken we altijd wel een weg dat het en veilig kan, maar ook dat iemand die zeg maar mij als journalist van informatie wil voorzien ook niet het gevoel heeft dat de politie meeluistert. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus daar vinden we
daar vinden we altijd wel een oplossing voor. Dus het belemmert het wel, maar niet zo erg dat je het dieper kan doen, zeg precies, maar. Ja. Precies. Ja. Ja, en inderdaad, dat je dus al die bedreigingen krijgt, ja, dat is niet niks. Ben je zelf ook wel eens angstig door al die bedreigingen? Nee, want omdat die beveiliging zo professioneel is, heb ik nooit... En dat kan ik echt oprecht zeggen, dat klinkt, en dat zeg ik niet om stoer te doen, maar heb ik echt nooit, ben ik nooit bang geweest om mijn werk te blijven doen. Maar dat heeft vooral te danken aan die mensen die naast mij in de frontlinie staan, bij wijze van spreken. En die naast mij staan als er dreiging zou zijn om het te beschermen. Je bent ook nooit bang geweest? Nee, ik ben wel voorzichtig. Hè? Ik ben ook niet, laten we zeggen, naïef. En ik realiseer me ook heel goed dat waar de risico's liggen. Maar ik probeer toch niet vanuit angst te leven. En ik probeer toch ook wel gewoon heel rationeel daarin te blijven zijn. En te zien van, ik doe mijn werk. Er zijn mensen die op mij letten. Die op mijn gezin ook letten, op mijn huissituatie. Dus ja, dan moet je dat op een gegeven moment ook loslaten. Want als je daar, zeg maar, voor jezelf niet mee kan omgaan, dan kan je ook bijna dit werk niet meer doen. Want je kunt als misdaadjournalist niet vanuit angst werken. Als je bij jezelf gaat merken van, nu word ik echt bang. Ja, dan moet je eigenlijk stoppen met dit werk. Want dat gaat gewoon niet samen. Je moet gewoon stevig in je schoenen blijven staan. Ja, je bent dus niet bang voor die bedreigingen. We zagen wel in eerdere interviews dat je hypochonder bent. Dat is dus dat je wel bang bent om ziek te worden. Ja. En daarin ben je er wel bang voor, maar niet voor het werk wat je nu doet. Nee. Ja, nou, bang om. Ja, ik heb wel zoiets van, als ik zeg maar 3 dagen keelpijn heb, dan denk ik, er zat ook niet een of andere zwel of zo in mijn keel. Weet je, dat soort dingen. Ja, dat heb ik dan weer wel. Wat dan wel? Hoe komt dat? Dat je daar dan wel bang voor bent, maar niet inderdaad voor... Ja, ik heb geen idee. Ik laat me ook ieder jaar of ieder 2 jaar laat ik me helemaal grondig controleren om te kijken of alles nog in orde is. Ja, misschien komt het, ook omdat je ouder wordt en je ziet veel mensen in je omgeving die met kanker of andere ziektes hebben. Dat je, ik realiseer me wel hoe belangrijk gezondheid is. Laat ik het zo zeggen. Je zegt in je beroep is het niet gunstig om bang te zijn, maar kan je in jouw werk daarover je angsten uitspreken? Is het nadelig om te zeggen dat je bang bent? Dat is een goede vraag. Nou, laat ik daar dit van zeggen. Bang is dan misschien nog een ander, maar ik kan me wel nog... Kijk, de aanslag op Peter was natuurlijk verschrikkelijk. En ik was echt gewoon aangeslagen. En nog is dat iets wat heel erg... Ja, er gaat geen dag voorbij dat ik daar niet aan denk. Maar ik was zo aangeslagen dat ik dacht van, ik ga nou niet op televisie zitten en ik ga niet daar als een aangeslagen misdaadverslaggever zitten. En ik denk want ik weet gewoon hoe er in de gevangenis naar wordt gekeken. En die lol gun ik ze niet. Mm. En natuurlijk zullen ze begrijpen dat als je directe collega op zo'n walgelijke manier wordt vermoord, dat je daar kapot van bent. Maar ik gun ze niet de lol om dat te zien. Dus, maar daarom heb je het ook niet gezegd? Dus je bent... Ja. Dus je was wel angstig? Nee, ik was verdrietig. Ja, verdrietig. En je wilde niet dat andere mensen die lol zouden zien qua sensatie. Je denkt, dit is privé, dit hou ik voor mezelf. Precies. Maar ik was niet. En ik heb geen moment gehad dat... sterker nog, ik was nog vastberadener om door te gaan na de moord op Peter. Ik heb wel natuurlijk met elkaar, met name met mijn familie heb ik gezeten van, moet je nou nog doorgaan? Mm-hmm. Maar ik had voor mezelf al heel snel zoiets van, nee, als ik nu zou zeggen, ik stop ermee. Maar... dat zou het slechts denkbare signaal zijn, voor mezelf ook, maar ook voor alles en iedereen. Je wilde eigenlijk juist doorgaan van, stopt mij niet. Maar dat heb ik al eerder gemerkt, ook bij mezelf, dan moet ik me eerder nog inhouden om er niet nog een schepje bovenop te doen. Dat is ook niet goed. Dan dat ik zeg van, nu ga ik een stap terugtreden en nou stop ik ermee. Mm-hmm. En dan had het net even over je gezin. Je zegt dat je niet bang bent, maar je hebt wel constant beveiliging nodig. En de bedreiging is inmiddels zo groot dat die beveiliging niet alleen maar tijdens je werk is, maar nu ook verweven is met op je privé. 24/7. Ja, je bent nooit alleen. Dus hoe groot is dan die impact door die strenge beveiliging op je gezin? Op iedereen met wie ik te maken heb, niet alleen mijn gezin, maar ook vrienden, familie en dergelijke. Mm-hmm. Dat is een enorme impact en dat is ook echt een offer, want zo zie ik het echt. Ja. Want ik heb een prachtige job,
met nog steeds, vind ik, met heel veel impact ook. Maar ook met afwisseling, ontmoet interessante mensen. Je kan soms het verschil maken in bepaalde situaties. Dus dat laat ik niet afpakken, maar het is wel een offer. Je ziet je werk als echt een offer? Het werk zie ik niet als een offer. Ik zie het hele pakket van beveiliging. Dat zie ik als een offer, ja. Alles wat daarmee samenhangt. Ja. Ja. En daarnaast kun je dan nog wel leuke dingen doen met je familie, bijvoorbeeld naar restaurants? Ja, of zit dan ook beveiliging er altijd bij? Ja, er zit altijd beveiliging bij, maar natuurlijk proberen we... Het vergt wat meer... Kijk, jullie kunnen vanavond, of als dit interview is afgelopen, zeggen van... Hey, waar zullen we eens naartoe gaan? We gaan in die kroeg en we gaan ons lekker volgooien. Nou ja, die spontaniteit uit mijn leven is verdwenen. Je kan dus nog wel alles doen, maar... Niet spontaan. Niet spontaan meer, dus georganiseerd. Alles vraagt voorbereiding. En is dat het waard uiteindelijk? Het is het wel waard, omdat je daardoor gewoon veilig je werk kan blijven doen. Als je met een paar kogelgaten in je hoofd in de goot ligt, dan is het natuurlijk niet waard. Ik denk niet dat... De nabestaande, de familie van Peter, zegt van nou, dat was het toch allemaal waard. Nee, snap ik maar ook. Nee, maar ik vind wel het werk wat ik doe. En dan, ja, dat offer, wat ik offer, het klinkt dan een beetje zwaar, maar zo zie ik het dan. Dat hoort er dan maar bij. Als je dit van tevoren had geweten, had je dan nog steeds het werk gedaan? Het werk wel. Ik weet niet, kijk. En daar had ik met Peter ook die discussies over. Daarom hebben we ook in het laatste jaar best wel ruzie gekregen. Ik wist eigenlijk niet goed, als ik daar nu aan terugdenk, en denk mijn collega's ook niet, in welk wespennest we ontstaken in 2015, 2016. Mm. Die Tachi, die riep al overal, iedereen die mijn naam noemt, die gaat eraan. Ja. Daarom had hij ook al mensen om zeep laten op. Dat hij zo gek was. Had je het onderschat? Ja, ik denk dat iedereen, en niet alleen ik en andere collega's, maar ook politie, OM, dat iedereen onderschat heeft waar hij toe in staat was. Ja. Dit was eigenlijk wat je zag in series als Narcos of El Chapo. Van hoe deze club te werk gaat. En want dan zullen er misschien ooit advocaten dit ook zien. En dan zullen ze zeggen, ja, maar hij is nog niet veroordeeld. Mm-hmm. Ja, dat klopt. De rechter moet hier nog over oordelen. Mm-hmm. Maar ik mag wel een persoonlijke mening hebben. Ja. En ik denk dat fenomeen, de wijze waarop deze georganiseerde misdaad zich ontpopte. En hoe gewelddadig die was. Mm-hmm. Ja, dat hebben we met z'n allen niet onderkend. En gelukkig is die naïviteit nu gelukkig wel weg bij veel van mensen. Maar dat betekent, om op jouw vraag antwoord te geven, van als je dit nou allemaal had geweten, had je het dan anders gedaan. Ik denk wel dat we erover waren gaan schrijven. Maar ik denk dat we het op een andere manier hadden gedaan. En misschien iets slimmer ook. Op een manier waardoor men toch niet heel goed duidelijk had hoe dan bepaalde publicaties tot stand waren gekomen eigenlijk. Kijk, om een voorbeeld te geven. Wij wilden in kaart brengen hoe die groepen leefden en waar ze woonden en dat soort zaken. En we zijn ook wel in die buurt in geweest om daar met mensen te praten. Nou goed, dat soort dingen, waardoor we eigenlijk onze eigen... Dus iets minder opvallend, precies. Dus op een andere manier gedaan. Ja, okay. Daar zijn we wel meer over gaan nadenken. Okay. Ja, we hebben een kijkersvraag van een van de studenten. Laten we even naar kijken. Beste John, hoe erg verslaafd bent u aan dit vak? Want de tol die u betaalt is natuurlijk heel erg hoog. En als u dan toch ooit met pensioen moet gaan, hoe ziet u zich dat dan voor u met het veiligheidsaspect in oog? Nou, leuke vraag. hoe verslavend is dit? Ja, het werk is niet verslavend. Want dan zou het lijken alsof ik een soort workaholic ben. Ben je dat niet? Ik werk heel veel en ook omdat ik het leuk vind en ook op diverse vlakken, dus krant, televisie, produceer ook televisieprogramma's. Is misdaadverslaggever niet een lifestyle als iemand meer dat je dat altijd 24/7 bent? Ja, dat wel. Maar verslavend zou betekenen dat je er geen afscheid meer van kan nemen of dat je naar een ontwenningskliniek zou moeten om iets anders... Dus ik ben niet verslaafd? Nee, dat denk ik niet, maar het is wel iets wat je... Wat je leven bepaalt. Nee. Je moet dat met zoveel passie doen, dit werk. Want anders hou je het gewoon niet vol. Hoe lang zie je jezelf het nog doen? Nou, ik hoop nog wel een paar jaar. Ja. En ik hoop dat ik, en dat wil ik ook echt, dat ik bepaal wanneer ik stop. En niet criminelen. Dat ik kan zeggen van nou, nu is het mooi geweest. Nu heb ik denk ik wel genoeg
genoeg geprobeerd dingen boven water te krijgen, dingen te laten zien. En dat ik dan zeg van, nou, nu mag ook eens een andere te gaan proberen. Maar dan bepaal ik dat moment. En niet omdat bepaalde mensen zeggen van, nou, hij moet dit werk neerleggen. Dan zou ik, als ik dat zou doen, zou ik denk ik tot het einde van mijn leven zwaar gefrustreerd zijn. Ja. En tot wanneer zie je jezelf dan ook bijvoorbeeld met bewaking lopen? Stel je voor, je zegt over een paar jaar, ik wil het werk neerleggen. Denk je dat je dan gewoon ook rustig met pensioen zou kunnen gaan? Hoe zie je dat? Ik heb dat volledig geparkeerd, die vraag. Want ik merkte bij mezelf dat ik heel erg naar een soort van horizon zocht. In de beginfase toen die beveiliging kwam. Dat ik dacht van, nou, misschien krijg ik volgende week wel een berichtje dat het afgelopen is. Of volgende maand. En toen werd het over een half jaar. En nu heb ik dat helemaal losgelaten. Natuurlijk hoop ik dat het stopt en ik denk ook wel dat het ooit op enig moment zal stoppen. Maar wanneer en hoe en waar, en ja. dat zie ik wel. Dat is misschien een beetje kop in het zand steken, maar dat... Precies. Ja. Nou, even terug naar het heden. Ja. Je krijgt natuurlijk heel veel informatie, ook heel veel informatie off the record. Stel je voor, er zou nu iets kunnen gebeuren. Heb je dan een plek waar je al die informatie vast hebt of ergens hebt, op een harde schijf hebt staan? Maar daar ga ik niet te veel over zeggen, hoe dat geregeld is. Maar neem van mij aan dat als mensen mij iets zouden doen, met de bedoeling om bepaalde informatie niet naar buiten te krijgen, dat heeft geen zin. Dat is niet slim. Nee. Ja, nee. Okay, dus er is wel een plek waar dat wellicht... Daar is wel rekening mee gehouden, ja. Okay. Ja, okay. Gaan we door? We gaan door. Vorige zomer zijn we natuurlijk allemaal helemaal verslag geraakt door wat er is gebeurd met Peter, met de aanslag. Hoe heb jij toen besloten dat je toch nog steeds door wil gaan met het werk wat je nu doet? In samenspraak met mijn familie en met goede vrienden ook wel. Daar heb ik daarover gesproken. En eigenlijk om de reden die ik net aangaf, dit zou het slechtste signaal zijn, het slechtste moment zijn om te stoppen. Want dan zwicht je voor geweld. En dat is iets, dat zit zo niet in mij. Ik bedoel, je gaat niet weglopen als het moeilijk wordt. Dus dat probeer ik mijn kinderen ook mee te geven. En dat vind ik ook een belangrijke boodschap voor iedereen die in beroepen zit waar enig risico mee gepaard gaat. En dat kan een journalistiek beroep zijn. Maar dat kan ook voor mensen die naar oorlogsgebieden worden gestuurd of wat ook. Ik bedoel, probeer over je angsten heen te stappen en zorg dat je... Ik heb nu wel het gevoel, een beetje alsof het, zeg maar, je gaat niet weg als het moeilijk wordt, maar gevaarlijk is dat niet, dan ook niet? Nou, dat bedoel ik met als het moeilijk wordt, maar, ja, gevaarlijk. Ja. Nee, maar je moet het, begrijp me goed, hè, je moet het gevaar niet opzoeken. Ja. Je moet niet onderschatten. Nee, je moet het niet onderschatten, wat ik net zei, hè, wat we eigenlijk hebben gedaan. Maar goed, dat is dan door omstandigheden en we hebben nu voortschrijdend inzicht. Waardoor we weten van waar we eigenlijk mee te maken hadden, maar dat wisten we toen niet. En dat was een beetje, en daar worstel ik nog steeds heel erg mee. Die gesprekken die ik had met Peter, hij wist wel meer van in welk wespennest hij zich stak. En dat doet toch nog steeds pijn, dat je desondanks... En ik snap wel dat hij zei tegen mij van ik wil niet dat leven leiden wat jij leidt met die beveiliging en zo, dus dat doe ik niet. Maar ik kan gewoon niet plaatsen dat je ondanks al die signalen die er waren, dat toch dat risico hebt gelopen. Maar vind je dan dat hij het heeft opgezocht? Nee, want dat zou impliceren dat ik hem iets verwijt. En de enige die ik in dit hele verhaal iets verwijt, zijn degenen die dit hebben gedaan. Die walgelijke actie. Dus ik zal nooit in de verwijtende sfeer praten. Maar ik begrijp het niet. En daar, ik lig niet veel wakker, maar daar heb ik echt wel wakker van gelegen. Sinds de moord op Peter de Vries zijn er serieus bij onze studenten geweest die zeiden dat ze niet meer, of misschien twijfelden om verder te gaan in de journalistiek. Ja, snap ik. Wat vind je daarvan? Ja? Snap ik volkomen, ja. Nee, en dat is waar ik me wel zorgen over maak, is van door dit, dat ze daarmee toch een soort, en ze bedoel ik dan degene die hiervoor verantwoordelijk zijn, dat ze krijgen wat ze beogen, namelijk een bepaalde angst creëren. Ja. En dat gold natuurlijk ook al met de moord op Dirk Wiersum en met de moord op de broer van de kroogentuigen, en nu met Peter ook.
En het heeft effect. Dus wat jij nu zegt, nou, ja, er zijn, en ik begrijp dat volkomen, ik zal er nooit een waardeoordeel over geven. Maar dat geldt ook voor officieren van justitie die hebben gezegd intern, ja, maar die zwaar georganiseerde misdaad ga ik even niet meer doen, want ik heb een gezin, ik heb geen zin om straks ook in de beveiliging te zitten. Rechters idem dito. Het heeft dus effect. En dan moet je toch wel, vind ik met name als overheid, zeggen van ja, maar wij stralen, wij zijn weerbaar. En we bezwijken niet voor die druk. En we gaan niet de luiken laten zakken en de ophaalbruggen ophalen. Nee, we maken een stap voorwaarts. En we zorgen dat die dreiging wordt weggenomen. Dus je vindt het kwalijk? Nee, niet, ik begrijp niet dat, het. Maar je begrijpt het, maar ik vind het jammer. Maar hoe zou je bijvoorbeeld een studentjournalistiek goed kunnen, hoe zou diegene zich goed kunnen voorbereiden als hij hetzelfde werk wil gaan doen als jij nu doet? Ja, nou door eerst je heel goed te oriënteren, door goed te lezen, door met ervaren mensen te praten. Wat is de afweging die je dan moet maken, die student? Of je wel of niet dat vak, dit vak wil gaan doen? Ja. Nou, of je zeg maar de intrinsieke motivatie hebt om dit te gaan doen, daar staat of valt alles mee. Mm. Ik weet nog dat ik begon als beginnend, ja, ik kwam vanuit de politie, ik had nul of weinig journalistieke ervaring. Mm-hmm. En ik ben gewoon als van onderaf aan begonnen, als politieverslaggever, verslag doen van de grote incidenten toen in Amsterdam, van moord, doodslag. Ik ging naar, al was het midden in de nacht, ik ging naar iedere plaats delict om te kijken met mensen te praten, om met rechercheurs te praten, om zo mijn verhaal rond te krijgen. En zo, kijk, je hoeft ook niet meteen als misdaadjournalist natuurlijk meteen in die hogere segmenten van de georganiseerde misdaad te beginnen. Je kan ook incidenten of die voorvallen die ik nu beschrijf, zo kan je ook beginnen. En zo kan je ook bij jezelf gaan proeven van, ja, vind ik dit vak wel leuk. En het is een fantastisch vak, maar als gezegd, je moet er wel volledig achter staan. En het is wel een beetje een way of living. Je moet er wel gewoon goed over nadenken. Ja. Ja, je zegt ook van, als misdaadverslaggever, je hebt heel erg veel invloed. Het is dus hartstikke belangrijk dat blijft bestaan. Ja. Maar hoe zorgen we ervoor dat die gevaarlijke cultuur dan niet die overhand krijgt, waardoor goede misdaadverslaggevers niet meer hun werk kunnen doen? Ja. Nou, dat kan de journalistiek niet alleen. We hebben natuurlijk tal van overleggen, ook met de NVJ, met de overheid en dergelijke. Het probleem van veiligheid geldt niet alleen voor misdaadjournalisten. Ik bedoel, wat dacht je van cameramensen of journalisten die de straat op gaan om eenvoudige straatinterviewtjes te doen in wijken die soms belaagd worden. De NOS die al de stickers afplakt van de cameraauto's omdat ze bedreigd worden en dergelijke. Het is een veel groter probleem. En dat kan de journalistiek niet alleen oplossen. Dat moet eigenlijk vanuit de hele maatschappij komen, maar met name vanuit de overheid. Dus wat zou de overheid beter kunnen doen daarin? Nou ja, door veel, nog veel meer uit te stralen, dat je met je tengels van journalisten af moet blijven. Maar vind je dat dan nu nog niet genoeg wordt gedaan? Nou, nee, ik ben er niet heel kritisch op. Ik vind dat er genoeg aandacht is voor het probleem. Maar het is blijkbaar nog niet opgelost, want we zien nog steeds dat die dreigingen er zijn. Dus de overheid heeft dus nog niet genoeg daar misschien aan gedaan. Nee, nou ja, het is ook makkelijk natuurlijk om alles bij de overheid neer te leggen, want het is een maatschappelijk probleem. Dat gaat veel verder dan regels of repressief beleid vanuit de overheid. Mensen moeten ervan doordrongen zijn, en dan bedoel ik de maatschappij, dat journalistiek dat een onmisbare schakel is voor een vrije samenleving. En dat zien we nu natuurlijk het beste in wat er gebeurt in Oekraïne en in Rusland. Als Rusland zegt van ja, als je het woord oorlog gebruikt, dan kan je 15 jaar de gevangenis in. Nou, dan ga je dus je eigen volk ga je dus gewoon voorliegen met propaganda en dergelijke. Dus dat is misschien ook wel een moment, een goed voorbeeld ook weer, om te laten zien hoe belangrijk vrije journalistiek is. Ja, het is een maatschappelijk probleem, maar even terug met betrekking op onszelf. Wat zouden wij hier dus als journalisten aan kunnen doen? Nou, door voortdurend aandacht te vragen voor dit probleem. Dat als er iets gebeurt op dat vlak, om dat ook te melden, om aangifte te doen. Hè. Er zijn ook nu bepaalde regels dat je als journalist daar voorrang bij krijgt. Dat die onderzoeken serieus worden genomen. Want daar ging natuurlijk ook nogal wat een en ander in mis. Dat zijn er wel allemaal belangrijke stappen die inmiddels gezet zijn of die in voorbereiding zijn. Ja. Ja, binnen de misdaadjournalistiek hou je ook heel erg veel bezig met drugshandel. En je spreekt je daar heel eerlijk over uit, wat je daarvan vindt. Ja. Waarom vind je dit zo belangrijk? Nou, omdat ik zie wat een enorme ellende natuurlijk al die jaren de drugshandel heeft veroorzaakt. En dan bedoel ik niet alleen het, zeg maar, het effect van het corromperen van de maatschappij en zo, maar ook op gebruikersniveau.
En ik vind het zeer zorgelijk dat er zo langzamerhand een klimaat is ontstaan in Nederland dat we drugsgebruik volkomen normaal vinden. En dat vanuit de overheid er ook geen enkel beleid lijkt te zijn om het gebruik van drugs te verminderen. Eerder nog om het aan te jagen door het kweken van staatswiet, door partijen als GroenLinks en D66 die dat propageren om het maar vrij te gaan geven. In ieder geval softdrugs. Maar zelfs ook gaan de stemmen. Ecstasy Speed. Mm-hmm. Nou, ik vind dat het slechtste signaal wat je kunt geven. Want het is gewoon geen. En ik ontzeg niemand zijn jointje. Of en als jij naar een feestje gaat of een party gaat en je neemt een pilletje. Ja, dat is dan je eigen verantwoording misschien. Maar als dan Peter R. de Vries wordt doodgeschoten, dan is heel Nederland in rep en roer. Mm-hmm. Maar denk daar dan ook eens even aan, als je zo'n pilletje neemt of een snuif neemt, dat je door dat te doen, die hele cultuur, die hele criminele economie die erachter zit, die dus ook het mogelijk heeft gemaakt dat hij vermoord is, dat jij die daarmee in stand houdt. Want het is niet zo vrijblijvend. Het is fysiek slecht. Hè? We moeten ook veel meer ons gaan richten op volksgezondheid, denk ik. Mm-hmm. Verslavingsklinieken zitten stampvol met jongeren. Maar met name die nieuwe generatie, jullie generatie, zeg maar. Maar ook nog jonger, die moeten ervan doordrongen zijn dat het drugsgebruik, een snuif kook of een pil, dat helemaal niet zonder gevaar is. En dat helemaal niet normaal is. Zie je jezelf als een activistisch journalist? Op dat vlak misschien wel. Op drugs, ja. Maar is dat dan niet tegen je objectiviteit? Kan je daar nog objectief over schrijven? Ik schrijf ook columns voor de Telegraaf iedere week. En als columnist heb je natuurlijk weer. In je column geef je mening, maar je schrijft ook over drugszaken of weet je veel bij RTL Boulevard. Ja. Ben je dan aan nog de desk ben ik aan de desk bij Boulevard. Daar sta ik ook omdat men mijn mening wil horen. Dus dat vind ik wel een verschil met zeg maar als ik naar een rechtszaak zou gaan en verslag doen van een rechtszaak, dan moet je dat objectief doen. Maar als men mij als misdaadverslaggever vraagt om een mening over drugs, ja, dan vind maar dus ik dat kan je nog wel objectief doen. Ja, ondanks dat jij vaak zegt, ik ben tegen dit, ik ben tegen dit. Ik vind het, dan ben je nog, ja, dat vind ik wel. Ja, precies. Want waar ligt die grens daarvan inderdaad? Van wanneer je dus wel en niet jouw mening door laat schemeren? Nou ja, dat is afhankelijk van het podium waar je voor kiest. En wat ik zeg, als ik bij Boulevard aan de desk sta, dan wordt mij mijn mening gevraagd. Of, dus dan geef je die. Maar soms ook al wordt het niet om je mening gevraagd, bijvoorbeeld in een interview, heb je ook wel vaak de neiging om er zelf over te beginnen en zelf te zeggen van ja, ik vind dit niet kunnen en ik vind dit niet kunnen. Nee, je bent wel echt duidelijk erover. Ja, omdat, en dat is, dat noem ik dan de kracht van de herhaling. Als je die boodschap maar vaak genoeg herhaalt, dan hoop ik dat toch, al zou het maar één iemand zijn, zich toch gaat realiseren. Denk je dat mensen daarover na hebben gedacht, omdat ze het van jou hebben gehoord? Nee, dat hoop ik. Maar denk je dat? Dat het invloed heeft gehad? Nee, niet voor mij alleen, denk ik. Het moet het moet veel breder maatschappelijker. Dat moet ook scholen moeten daar een beleid in hebben. Een school voor journalistiek. Maar ook andere opleidingen. Ja, ik ben net zeggen, journalist. Oké, nou, het is duidelijk wat je ervan vindt. Ja, precies. Dus nou, gaan we door naar de Iedere week hebben we dat een gast een tip geeft aan de student. Zou jij je tip aan de studenten willen geven? Dat mag je in die camera doen. Nou, allereerst hebben jullie denk ik een prachtige opleiding gekozen. En gaat het als het goed is, als je geen woordvoerder of voorlichter wordt, maar echt in de journalistiek belandt, ga je dus ook dat vak uitoefenen. En dat is, daar kan ik jullie alleen maar mee feliciteren. Maar het allerbelangrijkste daarbij is, en of je dan misdaadverslaggever wordt, of sportjournalist, of politiek verslaggever, dat je het met heel veel passie doet. En dat je het echt vanuit jezelf doet. En dat je ook liefde voor dat vak gaat voelen. En op het moment dat je dat niet hebt, nou, dan moet je je afvragen of je het juiste vak hebt gekozen. Maar op het moment dat je dat wel doet en voelt, dan heb je echt het mooiste vak ter wereld. Mooi. Ja, mooi. Dankjewel. Ja? Okay. Volgende week zijn we er niet. De week daarna ook niet. Na de vakantie weer wel. Met een nieuwe gast. Dus houden socials in de gaten. Ja, nou John, hartstikke bedankt voor het interview. Heel fijn dat je er was. Jullie bedankt voor het kijken. En dan tot de volgende keer. Zeker. Nou, doei.